allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisja. Het is alweer zaterdag en ik ga vandaag met twee vriendinnen, Diani en Anastasia, gaan we naar de bios. En heel eerlijk, dit wordt mijn allereerste keer in de stad zonder ouders of volwassenen. Dus op een of andere manier vind ik het toch wel een beetje eng. Vooral, ik ben 15, dat hoort gewoon niet. Ik hoor gewoon dingen te doen zonder ouders en met alleen vriendinnen. En Sean en Liam die zijn verslaafd aan de telefoon. Hey Sean, hey Liam. Ga weg. Ga toch naar je vriendinnen. Dat kan niet, Liani moet mij ophalen. Ga naar je vriendinnen. Dat kan niet, Liani moet mij ophalen. Ga naar je Oké, we komen. Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Oh, hoi Anna. Hey meid. Hoi Lily. We komen uit de film. En het was Alice in... Nee, niet Alice in Wonderland. Nou, het was Wel, ja. En Alice in Wonderland samengevat. Het was echt super leuk. En die kat is zo leuk. Ik vond die baby kat heel... schattig. Ja. Die kat wil je gewoon vastpakken en dan denk je... Het lijkt net een suikerspin, een stuk suikerspin. Net als die lucht van je. Suikerspin? Ja, dat was gisteren. Oh, gisteren. Vond ik wel raar van je eigenlijk. Hij was toch leuk? Oh. Ik had gisteren suikerspin in de lucht bij ons. Wanneer ga je dat laatst eigenlijk? Vandaag? Huh? Nee, volgende week. Denk ik. Ik heb nog een heel weekoverzicht. Nee. Zorg ervoor dat je telefoon niet... Ik film alleen op zaterdag en soms op zondag. Gewoon op het... Omdat door de week is het, doe ik toch niks. Behalve huiswerk. En Lily, wat vond jij van de film? Vond het leuk. Ik krijg een lamme arm. Ik vond het geweldig. Ik krijg een lamme arm. Dan doe je hem uit. Ja. Jullie zien me vanzelf alweer. Niet. Wel. Nee. Wel. Hey. We staan nu voor de markthal. Wacht. Ja. We staan nu voor de markthal. En ik woon nu al 15 jaar vlakbij Rotterdam. Ja, en niet in. En dat is heel sneu en vies. Auw. Sorry. En daarom kreeg jouw haar tegen mijn hand aan. Goed zo. Maar ik ben hier nog nooit binnen geweest. Echt gewoon nog nooit. Dat is echt sneu en vies. Maar het ziet er wel mooi uit. Die man heeft je gewaarschuwd. Dat zijn niet doen. Rademan. Oh, zo. En wat vind jij van de markt al? Ik weet heel... Ik ben er nooit geweest, denk ik. Ik weet het niet meer. Ik vind het geweldig, want zij hebben dragen. Oké, wij gaan binnenkijken. Anna voor het eerst in mijn hele leven in een jurk. Een jurk. Is dat leuk? En Lily. Nu ga jij een broek aantrekken. Nee! Ja! Ja! Nee. Liani! Ja! Liani! Liani, de deal was. Liani. Lani. Liani. Lili. Hij is leuk. Ik ben Ik zou wachten tot hij in de aanbieding is. Ja, dan werd heel bang dat hij zag die als hier nooit in. Maar is het. Ja. Maar Liani. Anna heeft nu een jurkje aangetrokken. Nu is het jouw beurt om een broek aan te trekken. Ik heb het geluk, ik draag allebei. Nou, liever een jurk. Je draagt meestal een legging. Ja. En ik draag als altijd een legging. Onder de broek, ja. Onder de jurk. Jawel. Laatst zat ze op de fiets en dan... Had ze een broek toch? Meer zo'n jurk had ze aan. Ja. Maar dan was ze beneden pas zien. Kijk, en dan zei ik, zit erin, kijk, zat ze de hele tijd zeggen. Dus moest ik voor haar gaan fietsen. Ik dacht, oké. Kan je ook gewoon een normale foto maken? Ja. Ja, Jani zit in het hokje. Mag ik? Ik wil alleen doen.
voeten. Dat is echt een goeie. Weet ik. Deze, die kan echt heel goed filmen. Totaal niet, laat hem nooit voor filmen. Ik wil echt heel graag weten hoe je eruit ziet, Lily. Ja? No. Ik ga erin. Oh, Lily, dit is zo cool. Dit is echt super leuk. Ik mag er een stuk meer nu. Ik wil je in één helemaal op beeld. Echt, maar ik denk dat heeft ze altijd. Dat is niks nieuws.